En dan draai je de schoenen naar de rand. Dit is waar. Ja, dat zijn nu hele moeilijke. Als ik ben, ja. Je ODP weer lopen. Nee, maar dit. Autotype rijtuigendag en zo van start. Wij willen proberen om 9:15 te vertrekken. Dus 10:00 optellen. En overal is aan gedacht. Stel van water, bij elke stop is water aanwezig. Voor de paardjes, voor jezelf. Dus zorg goed voor jezelf. We hebben natuurlijk ook juryleden. Die hebben we opgezocht. Die willen we graag studeren, dus we gaan voor schoolsgeheel en voor de aanmoedigingsprijs. Dus laat je zien. Dus ik wens jullie een plezierige tocht. En in ieder geval vrijwilligers alvast bedankt. En natuurlijk onze sponsoren. Hartelijk bedankt. Ik wil het woord geven aan promotieteam Hardenberg. Die wil natuurlijk ook een woordje spreken. En onze speaker Dick van der Gees. Dus tot ziens. Goed mensen, allemaal welkom ook namens Start Hardenberg Promotie. Wij zijn heel blij dat deze 20e editie weer gehouden wordt hier. Vast onderdeel van ons programma en daar zijn we heel blij mee. Op een bijna gloednieuwe locatie, vorig jaar voor de eerste keer en nu voor de tweede keer hier bij de Zwiezen. Want het woord borg is weggevallen en dat is een nieuwe ontwikkeling hier op deze locatie. Ik hoop dat het vandaag een hele mooie rit wordt. Wat dan opvalt is dat je niet direct de Hardenberg aan doet, maar begint met onze concurrent Gransbergen. Maar daar kan ik wel mee leven, moet ik zeggen. Heel mooi dorp natuurlijk om dwars door Gransbergen te gaan. En vervolgens naar Ane, Kollendoorn en in Marsland een tussenstop. En om 3:00 vanmiddag ongeveer het défilé op de markt in Hardenberg. Ik denk dat zo'n organisatie niet tot stand kan komen zonder een prima club mensen die dat organiseert. En ik wil de commissie die dat doet, onder leiding van Henk Beniers ook bedanken voor hun inzet en het overleg met ons. Het gaat altijd op fantastische wijze en dat komt altijd tot een heel mooi resultaat. Ik zou zeggen een hele mooie rit gewenst, koetsiers. Pas vooral goed op uzelf, maar pas nog beter op de paden. Want het is een hele warme dag, dus ik ken een beetje de achtergrond van paarden. Niet zo heel goed als Henk Beniers, maar let goed op en let op de veiligheid. En ik wil ook onze vrijwilligers, de fotograaf, onze verkeersregelaars, die best een pittige dag hebben in deze omstandigheden, ontzettend bedanken voor hun inzet. En ik denk dat het goed is dat wij al die vrijwilligers een applaus geven. Doet u dat? Heel veel plezier en een hele goede tocht, moet ik zeggen. Dankjewel Henk. Zonder promotieteam waren we ook nergens. Maar goed, jullie doen al zoveel werk en dit komt er dan natuurlijk nog bij. Ik wil jullie ook hartstikke bedanken voor de samenwerking. En ik hoop nog voor vele jaren samenwerking. Dankjewel, promotieteam Hardenberg. Dat mag ook wel eens een keer geproduceerd worden. Dick van der Geest, jij mag de microfoon hebben en doe je best. Dames en heren,
ik mag hier het woord voeren namens de vereniging en ik zal dus vermogen dat trachten te doen. En ik loop hier een rondje langs de rijtuigen, die staan hier dus heel onverwachts bij de kleedwagen, de linnenwagen. Een van de laatste rijtuigen dus nog uit deze streek, die meer dan 100 jaar dienst gedaan hebben. Het is toch wel belangrijk dat wij als Zandland-Oost er ook nog zo'n rijtuig in ons midden hebben. En ik zou zeggen, komt u allen even kijken, want nu staat hij nog stil. En zo meteen nog gaat hij een vliegende vaart voorbij en dan is u de helft. Had je dat verweer nog? Karin, zullen we gaan? Ja, we gaan. Doei. Doei. Veel plezier. Wat zit de camping? Ja, oh. Oh, 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 oh. Hij zit nog. Heb je los? Ja. Heb je hem? Ik heb hem. Kom maar. Ik heb hem net niet opgezet, maar dat is niet goed. Ja, zie je. Dan warm. Ja. We beginnen wachten. Meneer, kijk, dan pak ik dit nog in vast. Nee, is dat moet goed? Nee, dat moet niet. Hoor dat niet zo? 7 minuten exact vertrekken wij. Omdat we dus diverse afspraken gemaakt hebben onderweg met verkeer, et cetera, moeten we er dan op tijd zijn. De aanwijzingen van de ringmeester op, zodat we dus een nummer horen kunnen vertrekken. Ik wens je vandaag veel plezier. Doei. Auto weg. Hey, die auto. Nee.
Thank you.
met hem op de kaart. Dames en heren, de heren Raymond en zijn medegezellen met hun Zwitserse boodschap waren. Dan volgt een hele speciale combinatie, dat is de combinatie van de heer Schuurman met een Duitse postkoets, bespannen met een Fiedel zwarte paarden. Het is wel bijzonder te vertellen, deze postkoets werd gereden tussen Aken, Keulen en Düsseldorf. En de heer Reijman was zo gek van het rijtuig, die dacht, die moet ik hebben. Die heeft een aantal sponsoren benaderd en de sponsoren hebben dus allemaal een wiel gesponsord van dit rijtuig. Dames en heren, applaus voor de heer Schuurman. Met zijn geweldige postkoets. Dan ziet u komen de heer Popping uit Balderhaar. U ziet ze komen van Heine verder, zelfs van over de grens. En de heer Popping rijdt een origineel Duits rijtuig in Oppenheimen. En een geweldig, dat moet ik dan wel zeggen, het zijn wel Hollandse paarden die ervoor staan. Een geweldig sponsor van de heer Popping uit Balderhaar. Dan ziet u de familie Vandenburg met een zomerbrik. Wanneer u het rijtuig van dichtbij bekijkt, dan ziet u door zijn bouw, zijn lichtheid en zijn ruimte waarom dit een zomerbrik heet. En een geweldig mooi rijtuig dit hier, waar de heer familie Vandenburg erg zuinig op is gespannen met een pracht van een halflinger. Uw applaus voor de familie Vandenburg met een geweldige zomerbrik. Nummer 5 is de familie. Kijk, hier is de familie Hodenhorst, dames en heren, en die rijdt een speciale Victoria. Wat houdt dan Victoria in? Victoria is een rijtuig met een bijzonder lage instap en geen deurtjes. Want koningin Victoria had altijd lange rok aan en die had geen trek in deurtjes. Vandaar de naam Victoria. Dan ziet u de familie Maathuis met een Franse zomerbrik. Enigszins vergelijkbaar met rijtuig nummer 4, maar iets groter en kroeger en ruimer gebouwd. En daardoor bestonden we nog wel een span halfringers. De familie Maathuis met een prachtige zomerbrik. Dan krijgen we de familie Sietsema met een oudbouwbrik. Een geweldig rijtuig en een geweldig paard. Kijk u maar eens hoe dat allemaal prachtig uitziet. Kijk u vooral naar het lakwerk van dit rijtuig. Dames en heren, eerst de combinatie van de heer Raamaker met zijn brik, een prachtig rijtuig met een mooi paard ervoor. Kijk u eens, mooi in de lak. Een geweldige combinatie. En dan valt terug. Dames en heren, daar is de combinatie van de heer Jans uit. Ik heb mij laten vertellen, of race of weg, het zal de grens zijn, maakt niet uit. Hij hoort bij de gemeente Hardenberg en een geweldig, geweldig rijder met zijn standfjord ervoor. De heer Jans en een Duits, zeker Oostenrijkse jachtwagen. Kijk eens, een geweldige, zijn halve dames achter. Geeft u een geweldige applaus. Onder nummer 19 rijdt de heer Jans junior. Waar je ligt uit dezelfde regio komt met een originele Sallandse linnenwagen. Een van de weinigen nog bestaat uit onze regio. En bespannen met een Belgisch trekpaard. Kijk eens hoe mooi dat nog is. Ook de kinderen in de juiste kledij. Het is al echt een originele combinatie uit 1900. Applaus van de heer Jans. Dames en heren, de heer de Boer uit Hardenberg met zijn jachtwagen. Het is een geweldige zwarte ervoor. Originele Hollandse Gelderse paarden. Ze zijn er nog. Het is niet eenvoudig om te vinden, dus geef een applaus voor de moeite van de heer de Boer. Dames en heren, dan krijgen we iets heel bijzonders, een extra. Het is een originele groentewagen waarmee dus de groenteboer vroeger door de straten ging. Het was niet gebruikelijk dat de groenteboer dus op de kar zat. Hij liep dus mee. En ging dus van huis tot huis, met zijn groentekort. Kijk u nog maar goed, misschien de ouderen onder u zullen zich misschien kunnen herinneren dat dit vroeger gewoon was in de straten van Hardenberg. Dit is natuurlijk al lang niet meer gewoon. Vandaar dus de bijzondere inzet van de heer Wolters uit Ommen, die hier is met zijn groentewagen. Bij u komt weer in. Ik sta
kan niet verkopen, hij verkoopt zelfs eieren. Dat voor een runderbord. Dan is daar de huifwagen met aanwezig alle sponsoren die het mogelijk gemaakt hebben dat wij dus dit hebben kunnen en mogen organiseren in samenwerking met. En ook zij presenteren zich met een sponsor zwarte paarden. En wie bent er? Hey, hard erop! Dames en heren, wanneer u kijkt naar de paarden, dan zult u zeggen, wat zijn ze zwart, zijn Friezen. Ik kan u verklappen, het zijn van 50% Friezen. Het is een kruising tussen Friezen en Halflingen. En het voortgekomen zijn deze bijzondere, edele type paarden. Zeker goed zo goed gezien. Dus het is de Hebenies gelukt deze combinatie te vinden. Geef hem een geweldig applaus. En ik verzoek de Hebenies ook zijn reis te vervolgen. Ja. Ik denk dat je wacht op vrouwelijk schoon. Ik kan me niet anders voorstellen. Maar. Kom maar. Gaat u maar voor. Dames en heren, dit was dus de laatste combinatie die dus mede is aan defilé. Ik bedank u hartelijk, mede dames, de aanwezigen hier. Mijn secondanten tijdens de defilé voor uw belangstelling. Ik zou u graag willen verzoeken om volgend jaar weer. Dan wordt u voor de 21ste keer gehouden. Hopelijk met. Met iedereen, identiek weer. Als u er bent, dan zijn wij er weer over. Hartelijk dank voor uw aanwezigheid en graag tot volgend jaar.